Hallo iedereen, we gaan een beetje natuurkunde doen. Dit is ons middenrif. Dat loopt van links naar rechts onder onze ribben en daardoor kunnen we goed ademen als dat ontspannen is. Onze milt en pancreas liggen links en die geven bicarbonaat. Bicarbonaat, een snufje magie. Bicarbonaat. Dan de lever en de gal, die maken zuur aan. Daarvoor hebben we appelazijn nodig. Dus dit is onze lever en onze gal. En dit is onze milt en pancreas. Die hangen links en rechts aan ons middenrif. Zo, hier heb ik dus een lepeltje ingedaan. Een lepeltje bicarbonaat. En dan gaan we daar appelazijn bij doen. En je gaat eens kijken wat er gebeurt in onze maag. Want links komt de milt en pancreas samen door ons middenrif met onze lever en gal. En wat ligt er hier? Voilà, via onze mond een maag. En wat gebeurt er bij stress? Juist onze maag. Die weet het niet meer. En dat komt omdat er niet genoeg bicarbonaat is en niet genoeg zuur is om alles te ontzuren wat in onze maag zit. Dus we gaan terug naar ons lepeltje bicarbonaat. Kijk wat er gebeurt als ik dat erbij doe. Voilà. Dat gebeurt er in onze maag. Dat is de vertering van onze maag. Maar door stress is er niet genoeg bicarbonaat, niet genoeg zuur. Stress rond ons middenrif. Dus hoeven we onze maag een beetje te helpen. En dan doen we daar water bij. En dan krijgen we dit mengsel. Het is zuur en ja, je kan er appelsap bij doen of druivensap, een zuur sap. Niet te veel, want dat zijn te veel suikers. En dan is jouw vertering, voilà, in orde. En dan kan je beter slapen, beter je eten verteren. Dus wel met water erbij, anders is dat te zwaar voor de maag. Voilà, hè? Zo kunnen we lekker ontzuren, want jij bent toch wel de zuurpruim vandaag, hoor. Doedeloe, hou je goed.